Volgende video over project Ferrari 250 GT Coupe Pininfarina, het restauratieproject van Münsterhuis, dat wij op de voet volgen. Toen zei ik al: De volgende keer dat je die auto weer ziet in een video van ons van Autovisie, ja, dan is de auto ontmanteld. En zie hier hoe de auto er nu bij staat: Hij is nog niet volledig ontmanteld, nee, maar wel de belangrijkste componenten zijn allemaal, allemaal al verdwenen. En hier staat dan die. Lokale carrosserie, zwaar met een laklaag, maar het dashboard er nog in, transmissie er nog in. Maar zie hier naast die motorruimte ligt dan dat V12 Colombo-blok, 3 liter qua slagvolume. Ja, Kijk eens hoe de auto er dan bij staat, hè? hoe uitgekleed dat die is. Prachtig om dus nu die techniek te zien, maar ook om te zien, en dat is het allerbelangrijkste: hoe goed dat die auto eigenlijk nog is. Qua bodywork, maar ook qua techniek. Wat ik in de vorige video uitlegde, wat heel belangrijk is: op het moment dat je zo'n auto gaat ontmantelen, dat je goed archiveert, goed documenteert hoe die auto in elkaar steekt. Dus waar de onderdelen zitten, waar ze vandaan komen, dat je het ook gewoon per sectie doet. Hè? Dus ik noemde toen als voorbeeld de wielophanging. Dat je die wielenpanging eerst doet en niet denkt van ik haal nu het wiel eraf, ik haal de remklauw eraf. Maar dan vervolgens ga je met het uitlaatsteen bezig om daarna de koplampen te doen. Nee, Je moet dat goed op volgorde doen en vooral documenteren. Uh, Han Jansen van Münsterhuis, die klassieke afdeling, die heeft dan allemaal papieren uitgedraaid en daar schrijft hij precies op waar die mee bezig is, wat heeft hij gedaan, is het in goede conditie, is het in slechte conditie. Nou, en wat heel belangrijk is, is op dat moment ook welke moeren, bouten en zo, dat er gebruikt zijn. Ja, en dat moet je ook fotograferen tijdens je werkzaamheden, want dan kun je later, want dit project gaat ongeveer twee jaar duren, kun je er dan op terugvallen van hoe zat het ook weer. Liep nou die remleiding, liep die nou kruislinks of liep ze nou parallel aan elkaar? En kijk, je ziet hier al die vooras, daar in de hoek zie je, de stuurstang lopen, die is in dit geval ontkoppeld. Motorblok is er natuurlijk of uitgehaald, hebben we net gedaan samen met de Han Janssen, en dat staat dan op dat karretje. staat het om daar ook ja, gecontroleerd te worden. nog niet volledig ontmanteld. dat gaat in fases. je gaat eerst kijken van zit er ergens een lek in voordat je hem helemaal uit elkaar gaat halen. Ja, je moet wel kijken in welke conditie dat die is. Dat de motor draait, dat die loopt, dat is al bekend. Maar je moet wel kijken in welke conditie dat die motor verkeert. De transmissie, die ligt nog steeds hier in die auto. Die wordt binnenkort wordt die hier ook uitgehaald. En wat dan mooi is, is dat je dan die transmissie, vanuit de voorkant kun je natuurlijk de drukgroep zien. Dan zie je die transmissie hier centraal in die auto liggen. Dit stukje techniek zie je natuurlijk nooit als je in die auto zit of rijdt, want ja, daar zit natuurlijk een middentunnel overheen. Hier ligt dan de kabel die bedoeld is voor de kilometerteller. Die moet je Koppelen daar aan die transmissie. Zo legde hij Han mij uit. Die natuurlijk al, oh, dit is niet zijn eerste 250 GT Coupe, Pininfarina, die hij uit elkaar haalt en opnieuw gaat opbouwen en tot in nieuw staat terugbrengen. Nee, dit is een van de vele die hij heeft gedaan. En dan weet je al, ja, hoe bepaalde. Constructies in elkaar zitten. Maar dan toch van deze auto, van dit model, zijn er 353 gemaakt. En dan blijkt dan toch dat er onderlinge verschillen zitten tussen bijvoorbeeld een exemplaar uit 1959 en een exemplaar uit 1960. Maar kijk even naar die, naar die kale carrosserie hier. Ja, met die. Met die... Bevestigingspunten aan het plafond waar dan de dakhemelbekleding moet komen. Die in niet geheel originele staat meer was. Wel authentiek, maar niet meer in een topconditie. En je ziet ook hoe mooi dat die carrosserie er eigenlijk nog uitziet. Han Jansen was gewoon echt ja, onder de indruk van hoe mooi dat die body nog is. En hier hoef je dan weinig werk nog meer aan te doen om het bijvoorbeeld te herstellen. Je moet het wel weer mooi nieuw maken. Kijk eens. Prachtig, hè? Kijk, dit zijn details die zie je natuurlijk niet ziet. Want hier staat die, die ja, luxueuze fauteuil in ivoorkleur leder. Staat dan hier nog maar liter. Ja, het dashboard zit er nog in. Dat wordt in een later stadium wordt dat eruit genomen. En waarom? Dit zijn wel hele kostbare details. Zoals dat stuurwiel, hè? dat gewoon heel moeilijk verkrijgbaar is, maar ook die, die meters, waar natuurlijk heel veel geld wordt, voor wordt geboden, en die auto natuurlijk origineel maakt als het de originele tellers zijn. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. De bedrading gaat er als allerlaatst uit in dit, ja, in dit traject. Maar de sporen, waar zijn de sporen die nu zijn weggenomen? Waar zijn die gebleven? Die laten we nu aan je zien. Hey, uh, eerst iets anders, wat een heel mooi detail is, vind ik tenminste. Kijk, dat is die afdruk, je zag hem ook al op de achterzijde, maar ik wil het toch even laten zien. Kijk, hier zie je die afdruk van Pienen Farina, waar dat stof, dat zand achter zat. En hier dat logootje van Farina. Met die twee gaatjes waar die dan bevestigd zit op dat voorscherm. Ja, prachtig hè? Mooi die afdruk. Eigenlijk een, een soort van ja, een handtekening van Pininfarina op dit bodywork. Dat het altijd, ook al zit het logo er niet op. In dit geval dat het altijd zichtbaar is dat het een Pininfarina koetswerk is. Maar ja, uh, hier staat hij uitgekleed. Een Pininfarina herken je altijd. En vooral bij deze generatie Ferrari's met die lange vinnen hier. Achterop. Nou, we gaan even kijken waar de rest van de onderdelen zijn. Kijk, en hier ligt dan die Ferrari 250 GT Pininfarina. De coupé ligt hier in onderdelen. Let wel, die auto is 4,70 meter lang. Vanaf deze blauwe pilaar tot en met de achter Dat is de Ferrari in onderdelen. Hup. Eigenlijk, ja, het verbaasde mij eigenlijk hoe weinig componenten dat het zijn, hoe weinig ruimte dat het in beslag neemt. Nou, wat ze hebben gedaan is op het moment dat je de onderdelen van die auto afhaalt, wordt het gelijk gedocumenteerd zoals ik net al uitlegde. En je ziet hier ook dat al die schappen, die hebben allemaal een nummer en al die onderdelen zijn ge ja, gebundeld die bij elkaar horen, zoals je hier de wielen ziet, je ziet hier de verlichting, je ziet hier de bekleding, je ziet hier de raamlijsten en dat staat allemaal in de computer allemaal gedocumenteerd. Op welk schap ligt welk onderdeel. Zodat bijvoorbeeld als han ergens is en die zegt: "Ik moet even een fotootje hebben van dat en dat onderdeel." Dan weten ze precies, als hier in de computer kijken waar dat onderdeel ligt. Kan ze een foto van maken, kan ze doorsturen, kan Hand bepalen of hij dan uiteindelijk dat onderdeel nieuw koopt of dat het juist ja, er niet helemaal bij hoort. Ja, en wat ligt hier dan? Hè? Dit is de auto in onderdelen. Als we dan nou even kijken, je ziet hier die kleine wieltjes op de grond liggen. Heeft niks met de vraag te maken, maar dit vergemakkelijkt het om die auto, die kale koets, straks te om die te verplaatsen. Want die zet je enerzijds onder de schokdempers, anderzijds bevestig je die op de plek van de veren en dan staat die auto op vier wieltjes en dan kun je hem heel makkelijk rollen. En dan zie je daar op de achtergrond tegen de muur, zie je al het deurpaneel hè? Links zie je de binnenzijde, rechts zie je de buitenzijde en daarnaast staat ook de motorkap, die fraaie grote motorkap. Hier zie je dat die is losgeschroefd. Hij is uit twee delen opgebouwd. De twee delen zijn nu los van elkaar, want ja, ook het deel dat vast zit op de motorkap wordt dus behandeld. Het deel eronder, ja, in de fabriek doen ze juist het erop zetten en dan vervolgens monteren, behandelen, en dan monteren op de auto. Even een klein verschil. Hè? Dat je tot in die kleine details, in de poriën van de auto, zeg maar, dat je zorgt dat dat allemaal goed is. Ja, want zo'n auto je wilde maar eigenlijk één keer volledig restaureren. En dan moet je het ook volledig doen. De stoelen liggen hier. Ja, je zou misschien denken, ja, dat is een hele grote voethuis. Nee, hier zijn de onderdelen helemaal ja, gesorteerd. En dit is dus, tezamen zijn dit twee stoelen plus een achterbank. Let ook even op deze tunnel. Dit is de middentunnel. We zagen net al de transmissie. Dat is een transmissie met vier versnellingen en overdrijf. En je ziet dat deze tunnel heeft hier een uitstoping aan de zijkant. En dat is juist voor die overdrijf. Ja, en dan zie je dat het een originele middentunnel is. Die hoort bij de transmissie met die overdrijf. Want anders zou die die uitstulping niet hebben. Geeft ook weer een eerste stap in de originaliteit van die auto. Hier zie je de rest van de middentunnel. Dit is het deel dat zeg maar... Daarachter zit, achter de versnellingspook, Je ziet ook de bekleding. En je ziet ook hoe die bekleding is. Ja, die stoel is helemaal uit elkaar gehaald. De bekleding, je hebt het in de vorige video al gezien. En ook in die eerste, allereerste video. Ja, die bekleding is helemaal vergaan. Dit is gewoon niet meer bruikbaar. En dan zeg je van man. Ja, maar als je het niet meer gaat herbruiken. Waarom heb je het dan nog liggen? Waarom doe je dat niet gelijk weggooien? Nee, weggooien doe je pas als het project is afgerond. Want die bekleding die geeft aan welke kleur dat het is. Ja, welke ledersoort, hoe die ja, stiknaden liepen, hoe het, uh, het relief was in die bekleding. Dat kun je er allemaal nog uithouden. Ook al heb je alles gefotografeerd, je hebt hier nog steeds het levende bewijs van hoe het authentiek was. Hier zie je de brandstoftank. Ja, die is onder de auto vandaan gehaald en is vervolgens schoongemaakt. Zoals alle onderdelen die hier liggen, allemaal zijn schoongemaakt. Nog niet in nieuw staat teruggebracht, maar ze zijn schoon. En waarom? Op het moment dat jij hier iets weglegt en het is vuil, blijft het een vuil project. En dat vuil project, elke keer als je iets aanraakt, heb je vuile vingers. Ga je dan vervolgens naar de bekleding of naar de, ja, noem maar op, isolatiemateriaal? Maak je het vuil, en zo zul je een periode van ja, dat je met je restauratie bezig bent, zul je elke keer die vette vingers overal indrukken. Vandaar. Dat ze alles schoonmaken op het moment dat het eruit komt. Plus, als je het schoonmaakt, kun je gelijk zien wat er onder het vuil verstopt zit. En dat is belangrijk. Die schroeven, of die origineel zijn. Welke schroeven dat ze hebben gebruikt. Of het al de originele schroeven waren op dat moment. Kijk, bij deze Ferrari is het zo dat die linkerstoel, die zat met andere schroeven vast dan de rechterstoel. Ja, kijk, dan moet je kijken welke stoelenbevestigingen waren origineel. Welke waren dus. Later aangebracht en dan moet je gaan kiezen: van oké, okay, gaan we dan voor 8 keer 4 bevestigingspunten per stoel, gaan we dan voor 8 keer origineel of gaan we dan voor 8 keer wat op origineel lijkt? Nou, dat is een keuze die je maakt. Ja, en dat is wel grappig dat je dan heel die auto ziet. Over origineel gemaakt uh, gesproken, hierboven ligt de uitlaat, we kunnen niet in beeld brengen, misschien, ja, de cameraman wel natuurlijk, ik kan niet uh, springen, maar daar ligt de uitlaat, die is van staal vervaardigd. Die is nog steeds nieuw leverbaar voor die 250 GT coupé Pininfarina. Ja, je moet er niet een uitlaatsysteem onderhangen dat van roest vast staal is, want dat is weer niet origineel en dus krijg je afkeur op je certificering vanuit Ferrari Klassiek. Ja, ze zeggen wel bij Ferrari als je zeg maar uh, het component een andere kleur geeft, dan is het toegestaan. Maar het is niet zo dat het materiaal dat bij de auto hoort, zeg maar, dat dat een afwijkend materiaal kan zijn, nee, dan moet het origineel zijn voor die certificering, dus een stalen uitlaatsysteem. Het moet overigens compleet vervangen worden op deze auto. Het is uh, niet, het heeft het zeg maar niet overleefd in de afgelopen 62 jaar. Dan zien we hier de achteruit liggen. Je zag net dat de voorruit erin zit. Ja, die voorruit die zit er nog in, omdat die een chrome omlijsting heeft. Op het Moment dat je die ruit in de auto laat, behoudt hij zijn originele vorm. Datzelfde geldt. Zoals het hier hebben gedaan. Ze hebben hem weggesneden met die chrome lijst er nog mee. Dus die chrome lijst die zit nog steeds om die, voor of die achteruit geklemd, waardoor die zijn oorspronkelijke vorm houdt. Heel erg belangrijk. Ja, wat dan ook mooi is. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld zo'n component. Dit is dan het raamsysteem voor de handbediende ramen. Het komt er. Ja, zo zat het niet in de auto. Hè. Dit is al een eerste keer schoongemaakt. Wat er vervolgens gaat gebeuren, is: al die onderdelen worden losgemaakt. Allemaal per component worden ze schoongemaakt en daarna weer in elkaar gezet. En waar het dan naartoe gaat, dit is niet het definitieve resultaat. Maar je ziet hier al het enorme verschil tussen twee van die raambedieningssystemen. Ja, een klein detail. Even voorzichtig terugleggen, want ik wil natuurlijk niets beschadigen, want het is zo'n mooi project. Ik ben al blij dat ik het even mag vasthouden. Over vasthouden gesproken, wat ik absoluut niet mag vasthouden. Kijk, kijk mijn, mijn handen zijn nu een klein beetje smoeselig. Maar ja, eh, liter. hadden ze gewoon onder de smeer gezeten. Dat is dat doosje. Dat is leuk. Ik mag niet aankomen, ik mag hem niet openen. Ik zou dolgraag aan jullie willen laten zien. Maar wat is dat dan? Dat is namelijk het doosje waar die emblemen in zitten. Dus op het voorscherm zag je al dat farina logoetje met die naam Pine Farina erin. Hoe mooi dat dat is ja, uh, gemaakt. Hè? Maar zo fragiel. Dus ja, ze zijn ja, bang dat ik het ja, per ongeluk kapot maak. Nou, zij niet, ik. Dus ik kom er niet aan. Maar het is zo dat het mooie is: het Farina-logo is later is dat één geheel geworden. Maar op die Ferrari hoort een Farina-logo dat. Juist uit twee delen bestaat. Dus het, het deel waar de F op staat en het kroontje. En wat dan ook een heel mooi detail is, is hoe die bevestigd is in die carrosserie. Die twee gaatjes met die hele lange aansluitpunten. Geweldig om te zien. Hartstikke origineel, maar hartstikke zeldzaam. Gewoon bijna niet te verkrijgen. Ja, die fake dingen wel, maar niet de originele. De lichtunits de wielen. Kijk, hier zie je die, die vleugelmoeren van die spaakwielen met de fabrikant erop. Borani staat erop, en dan Milano, Italiaans bedrijf. En hier ligt dan zo'n wiel, zo'n spaakwiel. Deze wielen gaan terug naar de fabrikant, die bestaat nog steeds, die gaan terug naar de fabrikant, en daar worden ze helemaal hersteld. En weet je wat dan mooi is? Dat in zo'n wiel staat heel subtiel, staat hier een code. En die code, ja, die staat gedocumenteerd bij Ferrari als zijnde dit wiel hoort bij de Ferrari en dat nummer dat klopt. Matching nummers ook voor de wielen. Even voorzichtig terugleggen. Dat is natuurlijk een stukje historie wat ik hier vast heb. En dan zie je hier. Oh, dit is ook mooi. Hier zie je de onderdelen van de motor. De motor hebben we natuurlijk boven gezien. V12-motor met drie Weber carburateurs. Hier zie je het uitlaatspruitstuk En hier zie je die drie Weber's. In één geheel gedemonteerd. Nog steeds in één geheel hier aan ingeschakeld. Omdat je dan weet welke carburateur bij welke cilinder hoort. Dus wel te volgorde is, zo kan ik het beter zeggen. Wat de volgorde is hoe die carburateurs zijn opgebouwd. Ja, mooi stukje techniek trouwens hè? Hartstikke leuk om gewoon naast je televisie te hebben staan. Maar je hebt hem liever in de auto. Want dan kun je lekker met die auto genieten. De platveren hè mooi hoe dat vastzit met aan twee punten bevestigd maar dan ook nog eens een keertje aan kabels opgehangen. Die bladveren die hand helemaal uit elkaar. Die gaat hij opnieuw poederkoten voordat hij ze weer in elkaar zet en zo herstelt hij het. En daar zie je ook de achterasconstructie inclusief de remmen, de remschijven met de remklauwen. Ja. In goede conditie. Dus dat is ja, op het moment dat je de auto uit elkaar gaat houden, kijk je nog dieper in die auto en dan krijg je een nog beter beeld van de auto. Ja, we, ik zou zeggen, op naar de volgende stap. En wat is die? Nou, dan gaan we kijken hoe is het de conditie van die V12 motor.